Van mijn jazzhelden hou. En ik vind het heel erg fijn om jazzmuzikus te zijn en ook hun te eren in de muziek die ik maak. En ja, ik wist het al helemaal niet meer zeker, maar ik weet het nu wel. Dit nummer is namelijk voor een trompetist die ik heel erg goed vind. Maar hij is helaas op veel te jonge leeftijd overleden. 49 jaar was hij maar. En jullie kennen hem misschien ook wel. Hij heet Roy Hargrove. Ja, hè? En dit nummer heb ik speciaal voor hem geschreven om zijn leven wederom te vieren. Als een feel-good song. And it goes something like this. Thank you.
Ja, ik zei jazzhelden. Want het volgende nummer is ook alweer een nummer om een held te eren. En dat is namelijk iemand van langer geleden. Een beetje van voor mijn tijd bijna, zou ik wel willen zeggen. En dat is een saxofonist. Een hele goede saxofonist. Wie kent hem niet? De geweldige John Coltrane. Ja, ja, dat is geweldig. En dit nummer is... ik hoor jullie allemaal praten zo van... John Coltrane. Ja, hij is natuurlijk... Hij was een fantastische saxofonist en componist. En daar heb ik dus het volgende nummer over geschreven. It goes something like this. Thank you.
Dank jullie wel, lieve mensen. Nou, was ik een keer iets anders aan het doen dan muziek. Namelijk, ik was op vakantie. Ik was aan het kamperen bij een rivier. En ik was in mijn tent en ik dacht bij mezelf, hé, ik heb inspiratie voor een nummer. En toen heb ik een nummer geschreven. En ik heb het Down by the River genoemd. And it goes something like this. Forget about it all. Down by the river.
from the mountain to the sea, all the way you're calling me. From the mountain to the sea, all the time you're calling me. From the mountain to the sea, all the way you're watching me. From the mountain to the sea, all the time you're watching me. Over mijn echtgenoot Warren Bird. Want die staat daar wel zo onschuldig te staan. Ja, hij verstaat me toch niet zo, nog niet zo goed. Hij moet toch een beter Nederlands leren. Warren, I met him in America. Ik heb hem in Amerika heb ik hem opgeduikeld en toen heb ik hem hierheen gesleept. En toen zijn we getrouwd. En nee. Het is zo dat ik heb hem in Amerika in een heel klein stadje ontmoet. Daar moest ik optreden. En ik ging daar in het vliegtuig en, naar Amerika. En toen zeiden die Americans, die zeiden tegen mij, where are you going, ma'am? En toen zei ik van, I'm going to Hartford. En toen zeiden ze van, Hartford? Oh, I'm sorry to hear that. En zo van, ja, ik vind het wat jammer. En waarom dan? Nou, zeggen ze, ja, dat is de allersaaiste stad van Amerika. Ik dacht van, jemineetje, dat al die Amerikanen die saaie stad kennen. Dus ik vond het wel heel bijzonder. Dus toen heb ik hem daarop geduikeld. En ik dacht van, het is helemaal geen saaie stad. En toen dacht ik, ik vind het ook niet eerlijk.
Want ja, waarom heb je Tulpen uit Amsterdam, Georgia, On My Mind, allemaal nummers, Chicago, Here I Come, allemaal nummers over steden. Is er dan niet een nummer over Hartford? En toen dacht ik ga googlen. Dus ik ben gaan googlen. En toen heb ik een nummer gevonden. Een heel oud nummer. Iedereen was het alweer vergeten. And it goes something like this. Ja, lieve mensen, maar laten we nou even eerlijk zijn. Hij woont nu gewoon in Holland, hè? Dus laten we even zingen met z'n allen. Holland is mijn home. Nee, ik weet het nog beter. Hillegom is mijn home. Ja? Hillegom is my home. Kom op, iedereen, graag. Hillegom. Al die mensen, ja, die zingen hier zo prachtig.
Ja, dank jullie wel. Zeg, hebben we nog tijd voor een nummer? Ja? Oké, okay, want... Oké, ja. We hebben nog tijd voor een nummer. Ons laatste nummer, maar het is niet ons allerlaatste nummer. Jij gaat overzetten. Oh nee, wacht eens even. Voordat we dit gaan doen, gaan we eerst eventjes een duet doen. Duet. Tussen mij en mijn echtgenoot. Gaan jullie maar even weg allemaal. En dit is een nummer dat Warren heeft gecomponeerd. I'll say something. Gee, let me just say it like this, okay? It's really a pleasure to play for a bunch of folks tonight. I'm telling you, it's really feeling good. And I can feel that you're really listening to us. And that gives us power. That feeds us and makes us just want to play forever. And hopefully it makes you feel good too. And when we compose, it's our aim to put a little bit of our life experience into you and give you something to enrich your world, to wake you up, to give you a spark. And this song, when I wrote it, I had been playing for a lot of dance classes for a long time, and it always inspired me because I always played what? Ballet. Improvisationally. Well, not only ballet, all kinds of dance, all kinds. And so I composed this piece many years ago, and it's called Visible Muse, because whenever I see the dancers move, I feel inspired.
Nou, dank jullie wel. Ja, dit nummer stond dus op ons... onze duo-cd. We hebben een paar cd'tjes ook meegenomen en zo. Duo Laro Bird. Maar dit laatste nummer is van de LP. Trumpets Around the World. En Alexander speelt ook op die LP. Op dit nummer wat we gaan spelen. En ik moet zeggen dat het eigenlijk een ontoepasselijk nummer is. Want ik weet dat er niet gedanst mag worden, maar het is eigenlijk een dansnummer. Maar, mag er wel gedanst worden? Oh, nou ja, voel je vrij dan in dat geval. En je kan ook gewoon in je stoel een beetje arm bewegen, een beetje gymnastiek gewoon. Een beetje, ja, doe maar waar je zin in hebt. Klappen en zo. Je kan zelfs ook een beetje mee zingen, gewoon. Ja, waarom niet? Op onze moving and grooving. That goes something like this.
dank jullie wel, mensen. Mogen wij nog een heel snel een toegift spelen? Dat is namelijk zo, ik heb een verzoeknummer gekregen van iemand. Daar hebben we nog net 3 minuten de tijd voor, volgens mij. En trouwens, hebben jullie verzoeknummers? Roep dan snel even, misschien kunnen we het doen. Autumn Leaves. Wat nog meer? Nog iets? Wacht even, ik hoorde nog wat. Nog meer muziek, verzoeknummers? Wil van mij, maar niet maar. Oi, kijk, ik kon je maar slinna, maar sierra, graza. Oké, nog meer verzoeknummers? Autumn Leaves. The autumn leaves, drift by the window. Oké, nou goed. Nee, nu ga ik het echte verzoeknummer doen. Dat nummer is van mijn allereerste album. Het allereerste nummer van mijn allereerste cd. En diegene die het verzoeknummer heeft gevraagd, wil die even zijn vinger opsteken? Ben je er nog? Oh ja, hij is er. Ja, fantastisch. You Know How We Do, heet het nummer. And it goes something like this. Thank you.
jullie wel, lieve mensen van Perdido, dat wij met z'n allen zo'n gelukkige avond hebben mogen hebben. En met lekker muziek en fijn publiek. En ik wil Perdido ontzettend bedanken. Een groot applaus voor Perdido! En ook een groot geluid voor dit prachtige gebouw. En ook voor het fantastische geluid. Ja. Applaus. We gaan nog één keertje voor jullie buigen. Jawel, jawel. Kom op. Eén keertje, één buigingetje. Fotomoment. Moment.